even zoomen. Het is namelijk de dag dat wij met z'n allen nog de resten oliebollen aan het wegwerken zijn. De vuurpijlen, de achtertuin en weet ik veel wat aan het doen zijn. Zijn ze in Saoedi-Arabië alweer druk bezig met hele andere dingen. Namelijk de Dakar Rally. Echt een voor de raceliefhebber echt vaste prik aan het begin van het jaar. Een van de meest heftige rallies die er zijn. En we gaan er even over praten met Mark Laan. Mark, goeie maandag. Goedemorgen. Ja, het is wat, man. Wat ik net zeg, wij zitten dan gewoon lekker uit te buiken. Maar jullie zijn dan gewoon keihard aan het werk. Ja, tweede kerstdag gaan wij vertrekken naar Saoedi-Arabië voor de Dakar Rally van 2022. Ja, voor de mensen die dat eigenlijk nog nooit gevolgd hebben. Het is een heftige rally in de woestijn dus van Saoedi-Arabië. Vorig jaar heb je ook meegedaan. Het team Fireman. Bij mijn Dakar-team, inderdaad. Ja. Heb ik vorige week meegedaan. Ja. En helaas na 3 dagen niet heel goed geëindigd. Maar voor nu weer volop klaar en klaar voor de strijd voor de zwaarste rally ter wereld. Ja, want jullie hebben vorig jaar, ik weet nog, volgens mij een van de dag nadat wij jullie gesproken hebben, een heftige crash gehad. Ja. Wij zijn dag 3 hebben wij een crash gehad. Dan zijn we met ongeveer 130 km per uur zijn we met de vrachtwagen gaan rollen. Ja. En daar hebben wij een enorme klap van gehad. En de truck was eigenlijk zo goed als totaal los. En daar hebben we afgelopen jaar gigantisch veel gebouwd om hem weer klaar te maken. Ja, en nu zijn jullie er weer helemaal klaar voor. Maar heeft dat het nog voor de rest impact gehad op jullie persoonlijk? Nou, persoonlijk, zijn wij na de crash ook op de Dakar zelf gebleven. Ja. En hebben er eigenlijk heel veel met elkaar over gesproken en gepraat. En eigenlijk bij terugkomst hebben we eigenlijk meestal wel weer op de rit gehad, om het zo maar te zeggen. Ja. En we zijn eigenlijk op het moment dat de truck weer ophaalde in de Marseille eigenlijk volop weer begonnen om de truck weer te maken. Dus ja, hebben we daar last van gehad? Ja, in korte tijd wel. Ah, okay. Eigenlijk weer opknapte ging prima. Okay, dus, maar ik kan me goed voorstellen, dat hoor je natuurlijk vaak, hè, als je een ongeluk of iets engs gedaan hebt, gaat het meteen weer achteraan, want anders word je bang. Want ik kan me goed voorstellen, al even zo'n klap dat je denkt van, nou, wel een spannend iets. Ja, dat was het zeker. Ja. Dat was het zeker, maar we hebben eigenlijk met z'n allen heel snel weer herpakt en eigenlijk al in april of mei alweer een rally gereden om even te kijken. Ah, okay. Ja, en meteen weer dat lekkere gevoel terug? Ja. Hey, maar goed, nu zit je nog in Nederland. Je zit in Venhuizen. Maar hoe gaat dat dan straks in zijn werk? Want 1 januari moet u daar zijn. Hoe gaat het met die auto en alles? Is dat er al? Ja, de auto's die zijn een week of 3 geleden verscheept per boot naar Jeddah. Die staan nu op de kade klaar. En die kunnen we eigenlijk vanaf 6, 27 december kunnen we die weer ophalen. En wij vliegen tweede kerstdag richting Jeddah. En dan verenigen we alles weer met elkaar. Ah, oké. Dan worden even auto even poetsen en dan gaan jullie helemaal van start. Ja, iets meer als poetsen, maar dan gaan we beginnen op 1 januari. Ja, want er gaat nog eens wat stuk ook, hè, aan zijn auto tijdens een rally. Ja, er gaat wel het een en ander stuk. Ja. Dat hoort er eigenlijk ook wel bij. Lekke banden, stenen in het zand. Ja, je gaat wel eens op zijn kant, je rolt wel eens. Maar je zal het moeten maken en weer door moeten gaan. Ja, en de bedoeling is dat, je hoeft dat niet helemaal alleen zelf te doen. Want er zijn ook ondersteunende voertuigen, toch, die dat meegaan. En vorig jaar was jij navigator, hè, als ik het goed heb. Ja, en dit jaar ook weer? Ja, dit jaar ben ik weer navigator. En met een stukje voorbereiding op nieuwe navigatieapparatuur. Ja. Dus daar kunnen we volop tegenaan. Is dat dan ook weer heel erg wennen, dat je dan met nieuw spul moet werken? Of valt dat wel mee? Ja, het zal wel even wennen zijn, maar ik heb hier thuis een hele goede voorbereiding. En de sites die ervoor openstaan, die hebben hele goede beschrijvingen, waardoor we eigenlijk wel heel veel extra's kunnen doen. Ja, oké. Okay. Dat komt eigenlijk wel weer goed. Maar zo en zo, hè, Mark, hoe train je nou eigenlijk voor zo'n rally? Want het is nou niet echt in Nederland dat je zegt van, nou, we hebben echt hier een parcours waarvan je denkt van, dan kunnen we er even lekker los op gaan. Nee, dat klopt. Er zijn in Nederland eigenlijk ook geen parcoursen. Maar het begint eigenlijk al bij je lichamelijke training. Door eigenlijk al te starten, door het hele jaar ermee bezig te zijn, te sporten. En voor die 2 weken het uiterste uit je kunnen halen. En daarnaast hebben we natuurlijk wel eens een rally. We zijn afgelopen jaar naar Polen geweest om te kijken hoe we erin zitten, hoe het team staat. En daarvan leren en hoop. En dat zijn je voorbereidingen wat je er eigenlijk mee moet gaan doen. En hoe ging dat daar dan? Hoe ging dat? Nou, in Polen ging het eigenlijk verbazingwekkend goed, laat ik het zo zeggen. We starten achteraan en na dag 2, 3, toen gingen we voor dagoverwinningen, om het zo maar te zeggen. Ah, okay. Ja. Dat ging eigenlijk perfect. Kijk. Uiteindelijk als 4e geëindigd, maar wel met een enorme rugtas van de leerschool mee. Ja. Om het zo maar te zeggen. Ja. En wat verwachten jullie dan van de aankomende Dakar Rally? Want het is wel, het wordt allemaal in aparte klassementen wordt natuurlijk gereden. Dus jullie zitten dan in de categorie vrachtwagens. Ja. Hoe is de concurrentie?
Ja, de concurrentie die is moordend. Dat is gigantisch. Kamassen rijden mee. De Roy gaat dit jaar met 4 trucks. In Tsjechië rijden gewoon gigantisch goede trucks. Ik denk dat er zeker tussen de 20 en de 25 auto's zijn die zeker makkelijk in de top 10 kunnen rijden. Waar wij ook horen. Maar ja, we passen niet allemaal in de top 10. En wanneer ben je zelf dan het meest tevreden? Vorig jaar natuurlijk helaas niet gefinished. Maar wat is het doel voor dit jaar? Stel dat ik nou zeg dat we eerst eens finishen. Ja, oké. Okay. En in de best mogelijke resultaat. Ja, kijk. Nou, dat is goed om aan vast te houden, denk ik dan zo. Ja. We hebben potentieel de auto die het kan. Dus we kunnen wel stappen maken. Maar dat zullen we toch zeker behoedzaam en zeker nagedacht moeten gaan doen. Ja. En dan kan je hoger gooien. Kijk, ja, het wordt weer helemaal... Ik kijk er echt naar uit, Mark. Het is voor mij echt elke keer weer een mooi begin van het jaar. Ik zit altijd weer klaar. Ik vind het prachtig. En voor alle rally-liefhebbers is het heel erg mooi dat er iemand ook nu uit onze eigen regio wederom weer meedoet. Dat is heel erg fijn. Nou, heel veel succes. Ik heb begrepen dat wij jullie redelijk op de voet gaan volgen, hè? Ja, dus ik heb begrepen dat we nog een keer live verslag doen vanaf Saudi-Arabië. Ja. En dat we daar nog het een en ander aan interviews en beeldmateriaal van aan jullie gaan verstrekken. Zodat je live kan zien wat wij deze week ermee maken. Ik ben echt reuze benieuwd. Mark, dank je wel in ieder geval voor je tijd. En wanneer ga je zelf dan ook weer die kant op? Tweede kerstdag. Oh, tweede kerstdag. Dan gaan wij die kant op. Thijs Gourmette, dan zeg jij doen en wegwezen. Ja. Nou, echt ongelooflijk veel succes gewenst van deze kant. En we hopen je heel snel weer te spreken. Maar dan met het... het beste resultaat wat mogelijk is voor jullie. Tuurlijk, dankjewel. Mooi, dankjewel Mark Laan. Dus dit jaar een van de deelnemers van de Dakar Rally 2022.